De Gamersnet Game Awards 2010 worden mede mogelijk gemaakt door 2K Games, Activision, Electronic Arts, Konami, Namco Bandai, Nintendo, PlayStation, Rockstar, Square Enix, Thrustmaster, THQ, Ubisoft en Xbox 360. Het is tijd voor de absolute top. De crème de la crème van de game-industrie. Jullie hebben massaal gestemd op de beste, de mooiste en de tofste games van 2010. De vele stemmen zijn geteld en nu is het tijd voor de winnaars van de Gamersnet Game Awards 2010. Nummer 3. Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. It's gonna be a bloody job. I don't know any other kind. I was right all along. The savage heart cannot be conventionally civilized. Maybe you live in a different America than we. I'm gonna cut you up piece by piece. Nummer 10 tot en met 4 zijn bekend bij de Gamersnet Game Awards. En er is heel veel gediscussieerd of dat wel terecht is of niet. En of het terecht is of niet. We zijn toe aan nummer 3. Nummer 3. En dat betekent dat ik hier naast Michael van... Oh, dat had je me niet verteld. Oh, ik had gezegd dat je eerst was, toch? Ja, daar stond ik eigenlijk een beetje op te wachten. Ja, nou goed. Helaas is niet gebeurd. Jammer. Dus moet ik de opname stoppen dan nu? Nee. Die nemen we ook trots in ontvangst. Oké, helemaal goed. De nummer 3. Ik sta hier bij Rockstar, bij Michael van Rockstar. En dat betekent maar één ding. Je ziet het ook achter me. Red Dead Redemption is derde geworden. En er hoort natuurlijk een tegel bij. En die komt als het goed is nu het beeld in. Zo. Wauw, fucking vet. Kijk, dit is de tegel, Michael. Kijk. Het is een bronzen tegel. Bronzen, het is... Ja. Ja, hij is brons. Mm-hmm. Ja, mooi brons. Heel mooi. Heel mooi. En het is een echte toilettegel. Kortom, er zit ook een spreuk bij. Dat als je je even niet lekker voelt... Dat je dan denkt van, god, ik heb in ieder geval nog een lichtpuntje aan het toilet hangen, wat me dag beter maakt. Kun je die even voorlezen? Al is het op de wc soms afzien. Red Dead Redemption is de derde game van 2010. Kijk, en dan heb je gewoon een spreuk waarvan je denkt, wauw. Ja, nee, helemaal. Ik ben emotioneel een beetje van pad nu. Ja, ja, emotioneel wrak op dit moment. Nee, dit is rijmwerk van de bovenste planken. Super. Helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. Ja. En kom snel met Ellen Waar, zou ik zeggen. Ja, dat gaan we zeker doen inderdaad. En dan kan iedereen die nou zeg maar nog niet gestemd had op Red Dead, die mag volgend jaar het juiste vakje aanklikken voor Ellen Waar. Nou, dan gaan we dat volgend jaar zien. En dan komt er weer een toilet tegel als je het redt. Ja, ik vind hem echt zo mooi. Ik zou dit doordrukken en gewoon grote oplagen, losse verkoop. Ja. Kunnen we wel een percentage afspreken, denk ik. Nou, als daar onze games op staan, wel ja, dan gaan we daar zeker afspraken voor maken. Ja, super vet, misschien niet voor de toekomst. Hey Michael, van harte gefeliciteerd. Super, dankjewel.